Kijk, ik kan hem wel neerzetten, maar volgens mij die schieten alleen, maar dat is zonde. Ik bedoel, er moet geen schietgevecht komen. Welkom dames en heren bij een nieuwe aflevering van Planet Coaster. Ik heb er zin in, alleen moet ik eerst nog even een video opnemen. <laughs> Lekker negatief beginnen, hartstikke leuk dat jullie kijken. Ik vind het leuk dat jullie weer hebben geklikt op een nieuwe video van No, uh, no Limits. Oh my god, ik heb zo... Veel No Limits gespeeld. Ik kan gewoon niet meer normaal een opname beginnen zonder te zeggen: Hallo mensen. Leuk dat je kijkt naar een nieuwe video van No Limits. We gaan vandaag 8 bestrijden tegen onrecht elkaar. Maar we gaan ook in deze game of in deze planes. Geen 8 bestrijden. We zijn nog steeds bezig aan onze dark ride. We gaan vandaag een gedeelte doen van het station. Een klein beetje teaming hier zo binnen. En dan komt het helemaal goed. Want we zijn echt wel lang bezig aan deze map. En dat doe ik eigenlijk een beetje expres. Omdat uh, ik wil zo lang mogelijk deze map nog lekker spelen. Want ik vind het ook heel leuk om dit gewoon te doen. Kijk, ja, hier plaatsen we even van die paaltjes. Uh, dit is het station. Ik denk dat ik eigenlijk precies hetzelfde ga doen met het dak: en niet hoger, niet lager. Dus dat we dat eigenlijk zo met elkaar samenvoegen. Dat lijkt me leuk. En dat staat ook best wel goed, hoop ik. En dan dit laagje: dat zou dan in principe hier gewoon overheen komen. En die zou dan niet door het dak heen moeten. Dat, dat is dan de bedoeling. Ik weet niet of dat gaat lukken. Dat zien we dan wel weer. Nou hier, dan is de wachtrij ook tenminste een beetje zo. Kijk en dit volgens mij, oh dit loopt mooi overheen. Zie je het? Ja het steekt wel een beetje door dat hout heen. Maar uh, dat maakt in principe niet zo heel erg uit. Nu hebben we in ieder geval een uh, leuk stationnetje zo. Dan ga ik die balkies ook gebruiken. Die balkies gebruik ik gewoon voor de binnenkant. Even kijken, die staan volgens mij aan de binnenzijde zoals je hier ook ziet. Kijk dit is de buitenzijde, dit is de binnenzijde. En doen we dit helemaal rondom. En het nadeel is hier staat geen paal. Want die komt dan dwars door de uh, ingang heen. Dus ik ga even kijken hoe ik dat ga oplossen. Maar ik vind dit ook in principe wel heel chic. En dan doen we dat hier natuurlijk ook even mooi aansluiten. Ja, dat is jammer hè. Ik moet, moet het denk ik op deze manier doen. Dus gewoon hier klikken en daar. En misschien moet ik sowieso van die balkjes erin maken. Ik denk dat dat er ook veel leuker eruit ziet. Dus dan doen we hier even eentje. Allemaal aan de achterkant doen we dat eigenlijk. Op deze manier. Misschien moeten we ook aan de andere kant doen. Dat staat het misschien nog leuker. Dus dat het eigenlijk. Even kijken, een dubbel balkje doen. Zie je het? Op deze manier. Ik denk dat dat wel uh, nog beter is. Ja. Ik vind het toch wel leuk dat we een soort van de laatste attractie bouwen in het park. En uh, Want het is. Weet je wat het moeilijkste is van Planet Coaster? Het zeg maar. Het, uh, een, een park beginnen. Dat is zeg maar denk ik wel het lastigst omdat je dan een soort van op gang moet komen. Je moet een motor moet je starten. En je motor moet gaan draaien. En dan dat moet je eigenlijk continu draaiende houden. Maar het moet ook weer sneller gaan draaien. Je moet ook weer meer gaan doen en zo. En ik denk dat dat wel het lastigste is als je een park gaat starten. Van Waar moet je in vredesnaam beginnen? Nou, en nu dus nog even een uh, Darkheid onder de grond maken. Hoe vet is dat? Je komt dus binnen hier. Even het aanzicht tonen. Nou, uh, even kijken hoor. Moet ik moet even gaan zweven met de camera. Ik doe even dit kruisje en dat weg. Nou, je komt binnen, je gaat de trap naar beneden en je ziet eigenlijk, dit is allemaal onder de grond. Dus uh, hierboven komt dan nog een laagje, dat ga ik allemaal ingraven. Het wordt heel donker, ik ga ook met lampjes spelen, waarschijnlijk met spotlights. En het enige wat je kan doen is eigenlijk naar de uitgang. Uh, hier komt nog wel teaming natuurlijk. En hier is dan de ingang, dan loop je dus onderdoor. Nou, hier uh, rechts kan ik nog een paar van die platen leggen, Denk Ik denk dat dat wel het mooiste is. En dan hier zie je ook wat teaming. Hier zie je tenminste ook een gedeelte van de attractie. Kan ook naar binnen kijken. Maar hier is het natuurlijk allemaal secret. Expres natuurlijk. Uh, dit allemaal dichtgemaakt. Zodat je niet kan zien hoe de attractie loopt. Nou, dan stap je eigenlijk in zo'n autootje. En dan ga je lekker genieten van de rit. Dat is uiteindelijk het doel ook uh, van deze attractie. Hier is het ook nog heel erg leeg in de hoek. Uh, kan ik ook een klein beetje werken met de muren? Want dit is natuurlijk een soort rotspartij. En die rotspartij kan ik misschien wel wat leuks mee doen. Dat het een beetje bobbelig uitsteekt. Want. Nu is het allemaal zo vlakkig, oppervlakkig zeg maar. Nou, dan ga je hier door, onder die boomstammetjes. Nou, die teaming scène die kom je later nog een keer tegen. Je gaat eerst hier naartoe. Nou, hier links heb ik het een beetje aangekleed, zoals je ziet. Ik moet nog wel wat met de muren gaan doen. Want de muren zien er een beetje simpel uit. Ik wil niet zeggen dat het allemaal simpel is wat ik bouw. Maar uh, het, het, voor mijn doende mag ik het nog een beetje aankleden. Dus ik ga gelijk even naar de lights. Misschien heb ik wel een leuk lampje. Wat ik kan gebruiken. Kijk, dit geeft alweer een heel andere setting met die kleuren. Misschien moet ik wel zoiets doen. En deze komt dan wat hoger. Dat is gelijk alweer wat anders. Waarom heb ik zo weinig objecten? om op te hangen. Misschien, oh wacht, ik moet bij al kijken. Kijk, hier heb ik een mooie ruime keuze. Ik zat net te kijken bij de scenery teams of ik al iets had aangevinkt waardoor ik minder keuze had. Maar dat was dus gelukkig niet zo. En bij al, ik vind het jammer dat ik nu ook geen raampjes vind, want dat valt dan weer onder doors en windows. Ja, daar moet ik dus even goed rekening mee houden. En wat voor deurtjes hadden we gebruikt? Dan doe ik toch wel even bij scenery team de western aan. En dan krijgen we dus zulke dingetjes. Een leuk deurtje hier in het hoekje. Zou kunnen hoor. Zo'n deurtje hier. Uh, ja, ik wil hem wel op zich plaatsen. Dat is wel leuk. En dan pak ik ook nog even deze. Kunnen we die in het midden plaatsen? Ja. En doen we die daar? Kijk, dat is gelijk weer heel anders als je het zo ziet. Dat vind ik er dus wel eens veel leuker uitzien. En die kunnen we dan ook daar doen. En hierboven zit dan nog een raampje. Nou, terwijl ik die raampjes toch wel gebruik, kan ik misschien hier ook nog een paar van die raampjes plaatsen. Hier een beetje lager, zoals je ziet. Nou, hier. Tegen de zijkant aan. Komt ook helemaal goed. En daar nog één. Dan kan ik natuurlijk hier kijken of ik een soort van balkonnetje erop kan maken. Zoiets als dit. Uitkijken dat hij niet tegen de zijkant aankomt van de rails. Want. Uh, het kan net hoor. Het kan echt maar net. Want ik wil niet dat het er tegenaan komt. Zo, hier nog eentje. En kan die eentje hoger? Nee, dat gaat dus helemaal niet. Dat is jammer. Misschien kan ik nog twee van zulke paaltjes er tegenaan doen. Gewoon voor de fun. Zo, dan doen we er eentje hier in de hoek. Zo. Nou. Gewoon een beetje variatie. Gewoon een beetje van die muren decoratie toevoegen. En je hebt hier ook van die wooden paaltjes. Die zou ik in principe ook wel uh, ergens neer kunnen zetten. Maar dat heeft niet echt veel nut. En we hebben hier ook nog van zulke vlaggetjes. En nog van zulke teentjes. En ook nog dit. is ook leuk. Die zet ik misschien wel een beetje boven. Ja, het is een beetje onlogisch hoe ik dit heb gedaan. Want hier heb je dan een laag. En hier heb je dan eigenlijk een bovenlaagje. Dit gaan we ook decoreren vandaag. Dus uh, dan hebben we in ieder geval, er komen we weer wat verder, weet je wel. Anders wordt het zo van, ja, Vincent, wat heb je deze aflevering gedaan? Ja, ik heb drie dingetjes toegevoegd. Wow. Ja, ik wil misschien wel ook met animatronics werken. Want animatronics, daar, die vind ik zelf wel heel erg leuk. Alleen het jammer is, als je western uh, animatronics neerzet, heb je alleen maar zeg maar de cowboys die schieten. Dat vind ik zonde. Ik weet niet of deze ook een schietend mannetje is. Kijk, ik kan hem wel neerzetten, maar volgens mij die schieten alleen maar. Dat is zonde. Ik bedoel, er moet geen schietgevecht komen. Als ik nou gewoon eens even de filters uitdoe. En ik kijk gewoon even wat voor animatronics we hebben. Uh, props, ik denk props. En dan animatronics staat erbij. Yes. Nou, dit zijn dan bewegende poppetjes. Uh, aliens, dat heb ik trouwens ook nog helemaal niet gebruikt in mijn park. Ik heb een beetje een hekel. Nou, hekel is weer zo'n groot woord. Ik, ik heb niks met aliens. Ik heb niks met het space-thema. Dat, dat wil ik gewoon niet. Daarom zou je dat ook haast niet zien in een van mijn parken. Een piraat op de lookout. Ik denk dat hij toch weer een combi gaat maken. Heb ik vaker gedaan. Van een combi van dus uh, piraten en cowboys. Ja. En dat kastje zit mooi in dat laagje verwerkt. Goed dat, die, uh, dat dat plateau eigenlijk wat lager is. Ik weet niet of ik er twee breed heb gemaakt. Maar dat zou dan goed uitkomen. Want dat kastje dat wordt dan mooi in de grond verwerkt. Nou, misschien kunnen we hier ook nog zo iemand op de uitkijk plaatsen. Altijd leuk dat er iemand zo staat te kijken. Een beetje te, staat te gluren. Te koekaloerissen. En dan denk ik dat we toch maar even voor de piraten thema gaan. Ik doe pirates gewoon aan. En dan krijgen we hier toch wel weer schietende. Maar hebben we alleen de lookout? Of krijgen we dan de Red Quote Guarding? ja die krijgen we dan ook die staan een beetje op de uitkijk kijk ja, die schiet ook waarom schieten ze allemaal gewoon iemand op de uitkijk is voldoende en die zet ik dan bijvoorbeeld hier neer zo even kijken of dat gelukt ik moet hem even naar onder gooien of zoiets als dit dat is natuurlijk ook leuk kijk daar staat zo'n dus mannetje hier aan de zijkant ik vind het wel wat hebben alsof die piraten misschien wel een schat hebben gevonden hier in die mijnen dat zou natuurlijk ook kunnen en dan kunnen we misschien wel zo'n mannetje laten lopen hier aan de zijkant van het pad. Of misschien wel op de rails. Dat maakt dan ook weer helemaal niet uit. Kijken of ik hem een beetje schuin kan laten lopen. Ik heb heel weinig plekken hier. Dus het is allemaal een klein beetje proppen. Met die props. Proppen met de props. Uh, en dan moet ik natuurlijk lager gooien. Dat hij een beetje over de rails heen gaat. Even kijken of dit wel kan. Ik moet het gewoon even testen hoor. Dat hij nergens tegenaan komt. En ik kan desnoods natuurlijk even dit mijn karretje even een beetje opschuiven. Door hem gewoon even aan te klikken. Hup, edit building. Kan ik dit klikken? Voor mij zit er alles voor. Selection. Ik weet niet wat hij aan het doen is. Maar ik probeer dit karretje te, te klikken. Maar hij wil dus niet dat ik dat karretje meer klik. Ik kan hem dus nooit meer aanpassen. Dit karretje kan nooit meer weg daar. Ik weet niet wat er aan de hand is, maar ik probeer alles te klikken. Dan, uh, ja, 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 het lukt. En dan toch het advanced move. En dan gaan we gewoon een beetje, hoppakee, die kant. Zo, dan komt hij niet tegen het karretje aan. En dan zal ik hem even play klikken. Dan kan je zien hoe dat eruit ziet als je dan van hier komt. Kijk, dan zie je zo'n mannetje lopen door dat hout heen. Dat ziet er wel heel tof uit hoor. Kijk, dan gaat hij schuin voor dit andere karretje. En als het goed is, gaat hij dan een beetje naast dat andere karretje. Dus ja, leuk hoe je dat een beetje kan combineren. Misschien kan ik hetzelfde poppetje eventjes pakken weer. En dan kijken we weer scenery. En dan dat ik hem misschien hier ook een beetje laat uh, lopen, zo'n mannetje. Een beetje zo'n zo soort beveiliger, weet je wel. Zo moet je het misschien een beetje zien. En kan ik hem hier plaatsen? Ik denk het wel als ik het een beetje schuin gooit zo. Het kastje een beetje verwerken daarin. En dan is dit eigenlijk de rails. Je ziet al hoe die loopt. Maar dat is natuurlijk een beetje het geheim dan. Uh, dat je dat wel een klein beetje kan zien. Ik vind dat zelf persoonlijk wel heel leuk. Dat, je gewoon, uh, dat het een beetje realistisch blijft op die manier. Wat kunnen we nog meer gebruiken? Ja, we komen toch wel weer bij het enige echte. Omdat er natuurlijk ook tonnetjes rollen van boven naar beneden. Dat we ook gewoon wooden barrels hier moeten neerzetten. Dat is gewoon eigenlijk een soort verplichting, weet je. En eigenlijk moet ik een soort van. De, ik moet hier gewoon eigenlijk uh, een stuk of 200 tonnetjes gaan plaatsen in deze attractie. Puur dat we dan helemaal klaar zijn met de tonnetjes. Dan hoeven we gewoon nergens meer, in, in welke attractie ook, moeten we dan tonnetjes neerzetten. Ja, het is ook geen punt hoor. Het is ook helemaal geen ramp. Kijk, die kan bijvoorbeeld hieronder ook neergezet worden. Dat is ook leuk. En dan doen we er eentje naast. En die is misschien wat kleiner. Kijk, dat kan natuurlijk. Dan gooi je hem gewoon een beetje de grond in. Geen uh, punt bij elkaar bij. En wat hebben we nog meer? Ja, we hebben hier nog een ondergrond. En daar heb ik natuurlijk wat van die rotsen geplaatst. Ik vind het leuk om niet alles een beetje zo... Uh, ja, het moet natuurlijk van groen, groen kunnen gebruiken. Maar voornamelijk rotsen, rotspartijtjes. Dat is wel leuk. Nou, dit begint er al goed uit te zien. Ik zou nog even, ik had beloofd, om in deze aflevering dit ook een beetje te teamen. Nou ja, wat zullen we hier maken? Ik denk sowieso muren. Dat we eventjes wat decoratie moeten gooien aan raampjes. Want ja, dat hoort er natuurlijk ook bij. We moeten natuurlijk wel naar buiten kunnen kijken met de raampjes. Dat doe ik wel even weer het western thema aanvinken. En dan pakken wij gewoon eens even een, een leuke deur. Die zetten we hier neer. beneden, weet ik veel. Je moet ook een beetje naar buiten kunnen. En wat kunnen we nog meer? Van zulke raampjes kunnen we plaatsen. Maar ik vind deze leuker. Zo, dat lijkt een beetje, een beetje van die gevangenisraampjes. En dat doen we een beetje verspreiden. Dan doe ik er daar eentje. Hier komt er boven twee. En dan komt er toevallig eentje. Oh, die komt er daar in de hoek. Twee in de hoek zo. En dan eentje als afsluiting. En dan pakken we ook even bij de decoratie. Dan moeten we natuurlijk ook even wat laten uitsteken. Bijvoorbeeld hier eentje. Is dat een beetje te krap naar boven? Nee, dit kan wel mooi. En dan doen we er hier eentje. En daarboven ook één als de camera haar toelaat. Dat is natuurlijk het belangrijkste. Zo. En dan doen we hier ook één. Dat ziet er allemaal veel leuker uit. Doen we daar ook gelijk die tweede. Steekt hij er door uit? Even controleren. Nee, dat gaat helemaal goed. Wat hebben we dan nog meer? We hebben dan nog zo'n uh, schoorsteenpijp of een rookpijpje. Die kunnen we ook nog toevoegen. Kijk, dat ziet er al veel leuker uit. En uh, dan gaan we toch even kijken bij props. Want de props zijn belangrijk. Dat we die gewoon heel erg netjes gebruiken. Sowieso bij mijn, mijn blueprints hebben we natuurlijk ook uh, weer. Ja, geen vaartjes. We gaan dus wat anders zoeken. Het uh, moet ook niet alleen maar tonnetjes worden natuurlijk. Uh, wat hebben wij nog meer? We hebben ook een piano. Nou vind ik die piano echt fantastisch. En die heb ik eigenlijk nog nooit in mijn map geplaatst. En al heel lang heb ik die als een sematic. Dus, uh, of in ieder geval als een blueprint, zo moet je het eigenlijk noemen. Dus ik ga hem gewoon plaatsen: omdat het gewoon tijd wordt om hem, om hem te plaatsen. Komt hij door de vloer heen? Ik geloof het niet. Dat is mooi. Hij is ook een extra laagje. Oh, kijk maar. Hier heb je dan een laagje. En als het goed is, zie je het. En dan heb je eronder nog een laagje. Dus dat zal er niet doorheen komen. Nou, dan hebben we in ieder geval een piano staan hier. Omdat het toch een soort van open woonkamer moet worden. Althans, dat is mijn idee dan. En hebben wij dan nog een extra trappetje die we kunnen gebruiken hier naar boven toe? Het zou kunnen hoor dat we hem gewoon wat lager kunnen zetten, maar dat kan hij natuurlijk. Ja, dit is even een beetje link, denk ik, als we hem nog hoger plaatsen. Het zou kunnen dat we een soort extra balkonnetje maken daarboven. Dat is misschien wel leuk. Nou, dan plaatsen we dit trappetje gewoon hier aan de zijkant. Komt hij ook tegen de muur aan als het goed is? Kijk, een beetje draaien nog, dat hij precies tegen dat zijkantje aankomt op deze manier. En dan is het gewoon even klikken als het goed komt. En dan, hoppakee, niks meer aan doen. En dan doen we hier gewoon een extra plateauotje. Dus dan uh, doe ik dit eventjes kopiëren. Pak gewoon eigenlijk dezelfde vloer die we daar gebruiken. En als ik dat omhoog gooi, dan moeten we dat een beetje mooi plaatsen. Ja, het lukt eigenlijk niet. Dus ik moet het eigenlijk al zo op deze manier doen. En dan doen we hier nog even eentje naast. Hoppakee, dit wordt dan een soort plateauotje. Hier zo. En dit loopt dan niet door tot daar. Het is echt een heel klein stukje. Zo. En dan kunnen we daar ook weer een mannetje op Het is echt heel laag ook. Dus, uh, maar ik, ik vind het wel tof om met zulke dingen te werken. Dan moet er natuurlijk ook wel even ondersteuning onder. Dus dan kijk ik even bij de walls. En dan gaan we even onder scrollen. En dan pak ik gewoon die houten paaltjes die we eerder ook hebben gebruikt. De Wooden posts. Dan hoop ik dat ik. Ja, ik kan eronder. Oh, mijn god. Dat is echt heel fijn dat het kan. En als ik hem een stukje omhoog laat gaan. Dan kan je in ieder geval dat ook weer gebruiken. Dat stukje. Om weer een hekje tussen te zetten. Dus dat is wel natuurlijk het leuke van alles. Zo. En gaat hij ook mooi de grond in. Hij zweeft wel nu boven de grond zoals je ziet. Dat is even het nadeel. Maar daar hebben we een oplossing voor de Wooden Post 1. Daar kan ik hem mooi even onder zetten. Dat ook dat onderkantje goed gevuld is. En als het goed is, komt hij ook niet daaronder. Ja, kijk, dat is mooi. Heerlijk, altijd even rekening houden. Gewoon met die camera rondscheuren. En dan komt het vanzelf al helemaal in orde. Dan moeten we natuurlijk ook even een hekje plaatsen. Dan pakken we gewoon zo'n hekje. Dat zou natuurlijk ook gewoon kunnen. Dan ben je ook gelijk klaar. Hier eentje. En dan doen we er natuurlijk ook hier eentje. Precies op dezelfde hoogte. En dan moeten we natuurlijk ook afsluiten met dit zijkantje. Heel fijn dat je dat. Oeh, dat komt dan waarschijnlijk er doorheen. Maar dat maakt niet uit. We hebben daar genoeg ruimte dat het gewoon er doorheen kan. Zo, dezelfde hoogte natuurlijk. En dan doen we dat ook voor dit stuk, maar dat kan dus helaas niet. Dus uh, dan laten we dit gewoon open, maar dan sluiten we dat wel af met natuurlijk de. Zeg het maar, jongens, zeg het maar. Hij komt weer langs. Hij is er weer. Het tonnetje. Of de tonnetjes. We doen er gewoon twee aan de, aan de zijkant zo. Dat is een soort uh, scheiding dat je daar niet heen kan. Doen we dat hier natuurlijk ook. We zijn bezig. 100 tonnetjes hadden we gezegd. Hebben jullie meegeteld hoeveel we er al hebben geplaatst? Natuurlijk niet. Dat is ook maar een grapje. Maar misschien meen ik het ook wel serieus: dat we het gewoon echt gaan tellen. Zo. En dan gebruik ik gewoon hier ook natuurlijk tonnetjes. Weet je wat ook handig is? Dat is natuurlijk ook wel een soort van ideetje. Dat heb ik ooit eens een keer verteld: dat je natuurlijk gewoon één object pakt. Uh, bij deze dan tonnetjes. En dan ga je eigenlijk al die tonnetjes overal verspreiden. Dat je denkt van, nou, dan kan ik hem plaatsen. Daar staat het leuk en dat is leuk. En misschien moet ik hem opstapelen zo. En misschien moet er eentje ook lager komen te staan. En dan ga je gewoon eigenlijk die tonnetjes uh, verspreiden waar jij het ongeveer zou willen hebben. En dan, uh, dan ga je daarna door naar het volgende object. Dan ga je denken van, nou, ik ga eens even werken met kratjes. Nou, dan ga je die kratjes overal plaatsen. En zo vul je dus de hele attractie aan. Maar dan kan je nooit bang zijn dat je bijvoorbeeld dingen bent vergeten. Van, oh, dan moet je. Weer Weer tonnetjes pakken, weet je wel. Dus nu moet je eigenlijk gewoon de tonnetjes gebruiken die je wil. En als je dan klaar bent, dan zeg je... Hé hey jongens, hey, ik ga over met de kratjes. Want die kratjes zien er natuurlijk ook formidabel uit. Ja, heb je het gezien? Van prachtig hout is dat gemaakt. Helemaal speciaal voor deze gedecoreerde attractie onder de grond. Zeg jij nou een, een gedecoreerde attractie onder de grond? Hoe kom, daar, hoe kom je daar nou bij? Ja, nou het zijn maar... Het zijn eigenlijk gewoon maar uh, een soort van. Uh... Het werd in de wandelgangen werd er gesproken over een dark ride onder de grond in de een of andere attractiepark genaamd. Uh, uh, for, uh, oh oh mijn god! Nee, nee, nee. Ben ik mijn naam kwijt? Nee, oh, nee, nee, Fairytale Gardens. Ik was het bijna kwijt. Oh mijn hemel! Dat zou toch erg zijn als ik het kwijt was. Uh, hier gaat hij tegen de zijkant aan. En hier mag hij mooi een mooi laddetje. Dat hebben we altijd nodig. Gewoon puur. Nu moeten we eigenlijk alle laddetjes gaan uh, mooi maken. Wat is er vet? Als je zo'n laddetje hier hebt. En dan steekt dat naar onderuit. Dat wil ik dus even doen. Dus die gaat dan een beetje. Ja, dit is gewoon voldoende. En dan slepen we gewoon naar beneden. Zo. En dan maken we gewoon een laddetje van. Zo. Die, komt er mooi, die valt er mooi in. Zo. Dat hoop ik. En die zweeft dan. Dat mag op zich wel. Maar ik wil hem gewoon helemaal tot aan de grond. Kijk, dat is ook leuk. En nog leuker is als we een beetje gaan werken met van die vines. Ik ga het even invullen. Ik weet niet of die erbij komen te staan. Vines komen er niet bij te staan. Dat is jammer. Spooky Vines wel. Maar ik zoek eigenlijk gewoon de... bij de natuur. Heb je ook Vines? Of heet die dan geen Vines? Waarschijnlijk weer een andere naam. Ivy. Heet het Ivy? Ik moet zeggen dat er weinig groen natuurlijk in de attractie zit. Dus het zou wel heel tof zijn als er natuurlijk een beetje groen eronder uitsteekt. Uh, ik ben sowieso een voorstander van groen in een attractie. Dus we zouden dit gewoon hierop kunnen plaatsen. Dat is natuurlijk ook heel leuk. Dat er gewoon een beetje uh, van die groene plantjes hier binnen groeien. Dat, daar ben ik echt een, een groot voorstander van om dit zo te doen. Dus dit kunnen we bijvoorbeeld. Oh, verkeerd geplaatst. Excuus, excuus. We kunnen dit natuurlijk een beetje zo plaatsen. En een klein beetje naar de zijkant toe, zo. Dat het net een beetje eruit steekt. En dat ziet er echt wel leuk uit. Gewoon een beetje groen zo. Dat een beetje overlapt. Ik vind dat sowieso groen kleurt echt een attractie aan. En daarom, mijn bewuste keuze dat we ook gewoon wat groen erin moeten doen. En dat is dan een soort van. Uh, in of dat het niet onderhouden is, weet je. Of het hoort er gewoon bij. Nou, binnen ziet het er leuk uit. We hebben natuurlijk de grote piano staan. Uh, ik denk ook dat ik sowieso moet kijken bij de animatronics. Want die zijn sowieso nodig. En in de volgende aflevering, want we zijn al bijna aan het einde gekomen van de aflevering, gaan we in ieder geval verder met het team van deze attractie. En dan komen we in ieder geval bijna tot een soort van. Ja, dat we toch een soort van test moeten gaan doen. En in die test gaan we een onrijd doen om te kijken hoe het eruit ziet. En dan doen we natuurlijk nog niet het dak erop, want ja, weet je, bouwen met een dak erop is gewoon niet aan te raden. Het is gewoon nu heel erg overzichtelijk en dat is ook hetgene wat we graag willen zien in zo'n attractie. Laat een duimpje achter. Ik vond het vet dat jullie weer keken naar een nieuwe aflevering van Planet Coaster en tot de volgende keer. Doei doei.